Gerge Hoefdraad. Ja, 3-1 overwinning op NAC Breda. Hoe belangrijk is deze? Zeer belangrijk, hè? Om in de flow te blijven. En afgelopen week pakken we de punten ook. En vandaag was een belangrijke wedstrijd voor ons. We willen natuurlijk elke wedstrijd winnen na zo'n slecht begin van het seizoen. En ja, vooralsnog gaat het nu al goed. Ja, hoe verklaar je het? Jullie krijgen eerst een grote kans tegen. Die wordt prima gepakt door Zijnstra. Maar volgens mij zijn jullie daarna de eerste helft heer en meester. Ja, ze krijgen een goede kans. Dus Harm pakt hem goed. En daarna ja, hebben we denk ik wel de overhand. En scoren we de 1-0. Ik denk 10 minuten kwartier voor het einde van de eerste helft. Zakt een beetje weg en dan krijg je ook de 1-1 tegen. En ze hadden nog een paar mogelijkheden. Dus ik denk dat we niet geheel onverdiend met 1-1 gaan rusten. Tweede helft komen we weer goed uit de startblokken. En denk ik dat we de wedstrijd wel hebben gedomineerd, zeg maar. Dan score je ook gelukkig de goals. En dan op een gegeven moment weet je dat je deze wedstrijd niet meer kan verliezen. Is het ook het vertrouwen wat jullie nu hebben en wat je misschien in het begin miste, dat je nu klappen als dat Boetsa maar geblesseerd uitvalt, dat een Toko geblesseerd uitvalt, dat het uiteindelijk voor het resultaat niks uitmaakt? Ja, ik denk het zeker. We hebben een goed team en het is allemaal dicht bij elkaar. Dus als er een speler uitvalt, een speler die erin komt, die kan het ook prima invullen. Dat hebben we gezien in de tweede helft en we hebben een goede prestatie geleverd met z'n allen. Even over jezelf, hoe vond je je eigen spel vandaag? Ja, ik ben wel tevreden, maar ik kon natuurlijk wel beter. Weer assisten erbij, maar ja, ik ben wel tevreden. Nu hebben jullie een drukke week, maandag tegen Telstar en dan Jong Ajax. Wat is het doel of wat is er onderling afgesproken? Gewoon wedstrijd voor wedstrijd of wat willen jullie? Ja, wat we willen natuurlijk een wedstrijd winnen. Dus we hebben niet echt iets afgesproken, maar het is duidelijk dat we nu in een goede fase zitten. En die lijn willen we natuurlijk doortrekken.